heb eigenlijk willen laten zien wat zwaartekracht allemaal doet. Hier op aarde, in het planeetstelsel, maar ook verder weg sterrenstelsels in het hele universum. Er zijn heel veel dingen die we wel begrijpen over zwaartekracht, maar er zijn ook heel veel dingen niet die we niet begrijpen. We hebben er altijd mee te maken. We staan ermee op en we gaan ermee naar bed. En we kunnen er dankzij de zwaartekracht lopen, dansen. En we maken er dus iedere dag ook gebruik van. We willen een college volgen. We gaan weer eventjes terug de schoolbank in voordat de echte schooljaar weer begint. Iets met zwaartekracht onderuit halen, noem maar op. Het gaat over aantrekkingskracht onder andere, hè? Ja. Bent u daarmee bekend? Nee, absoluut niet. Nee. Wat is nu precies die zwaartekracht? En wat kan dat allemaal? Want in het universum zien we allerlei dingen gebeuren die we niet goed begrijpen als natuurkundigen. En het is maar goed dat niet al die dingen hier ook op aarde werkelijk gebeuren. Als we zouden kunnen meemaken wat de zwaartekracht allemaal toe in staat is, dan zou dat wel eens tot allerlei rampen kunnen leiden. Wat jullie hier zagen, is dat de aarde wordt opgeslokt door een zwart gat. Dat het ineens stort puur door de zwaartekracht. De eerste natuurkundige die echt over de zwaartekracht nadacht en er ook een theorie voor ontwikkelde was Newton. Hier staat de vergelijking die aangeeft hoe de kracht afhangt van de massa's van de objecten. Het is evenredig met de massa zowel van zeg de zon en van de massa van de planeet die er omheen draait. En het is omgekeerd evenredig met de afstand tussen de zon en die planeten. Toch zijn in bepaalde situaties niet altijd is niet de juiste vergelijking. Er zijn situaties waar zwaartekracht weer veel sterker is dan wat wij hier op aarde meemaken of met die planeten. Dat is bijvoorbeeld inderdaad bij zwarte gaten. Nou, om zwarte gaten te begrijpen moeten we naar de volgende natuurkundige en ook een bekende naam, en dat is Einstein. Maar Einstein dacht ook na over de zwaartekracht. En hij had een soort gedachte-experiment, wordt dat genoemd, waardoor hij ineens inzag van hoe die zwaartekracht zou kunnen werken. Nou, hoe beschreef Einstein nu die zwaartekracht? Nou, licht over het algemeen gaat in rechte lijnen, in rechte paden, maar het blijkt dat in een zwaartekrachtsveld licht wel degelijk kan afbuigen. En dat kun je als volgt enigszins voorstellen. Neem de ruimte, en we denken over de ruimte na als zijnde met x en y en z coördinaten, zeg maar hoogte, lengte en breedte. En dat heb ik hier even voorgesteld als twee dimensies. Dus een massa kromt de ruimte. En wat Einstein inzag, was dat daardoor eigenlijk banen van licht, maar ook van planeten, dus niet meer recht zijn, maar ja, bepaalde gesloten banen konden vormen. Dus het beeld van zwaartekracht wat Einstein gaf, was dat zeg maar de zon die kromt de ruimte en een planeet draait rond de zon, omdat die ruimte gekromd is. Om een zwart gat te begrijpen, moeten we eigenlijk deze theorie van Einstein gebruiken. Een zwart gat over het algemeen roteert. En het ontstaat doordat een ster opgebrand is en dan uiteindelijk in elkaar klapt. En dat alle materie zo dicht bij elkaar zit dat de zwaartekracht zo groot is dat zelfs licht niet meer kan ontsnappen. Nou, zwaartekracht komt dus voor op allerlei schalen in het universum. En nou wil ik jullie een beetje duidelijk maken waar zwaartekracht nou wel begrepen wordt en wat we eigenlijk niet begrijpen. Want het enige wat we nu zien in het universum is alles wat licht geeft. Sterren geven licht, sterrenstelsels geven licht, maar er is ook materie in het universum, een ander type materie, wat geen licht kan uitzenden. En het enige wat we daarvan kunnen merken, is de zwaartekracht. Maar die materie, die wordt
donkere materie genoemd. En het blijkt dat als je kijkt naar alle materie in het universum, dat we alleen maar 1/6 ervan ongeveer begrijpen. Als zijnde gewoon materie zoals we dat kennen, waar alles van gemaakt is hier op aarde. Protonen, neutronen, de soort van deeltjes die wij kennen. Maar er zijn dus 6 keer zoveel objecten of deeltjes of dingen die massa dragen in het universum, waarvan we niet weten wat het is. Omdat we alleen maar zien dat er een zwaartekrachtwerking van is. Nou, eigenlijk is dit een teken dat we iets niet goed begrijpen over die zwaartekracht. En voor mij is dit ook een van de motivaties om na te denken over die theorie van Einstein toch niet eens een keer ook op een andere manier moeten gaan bekijken. En er zijn ook andere theorieën mogelijk die Einstein's theorie die verder uitbreidt. Ik ga binnenkort een website openen waarbij al die dingen worden uitgelegd. Het heet quantumuniverse.nl. En als je daar een keer naartoe gaat, dat zal het wel binnen een maand of 2 maanden gebeuren, dan kun je al die dingen lezen over die snaartheorie, over zwarte gaten, over zwaartekracht. En als dat zal gebeuren, dan is het ook meteen het einde. Heel leuk om te doen. Het is natuurlijk best bijzonder op een popfestival en ook de tent en dan het podium met alles eromheen. Het is wel een ervaring en ik vond het leuk om te doen en ook om het voor te bereiden, want je maakt toch een presentatie die nog wat beter uitkomt op die grote schermen en ik hoorde dat het allemaal mooi is overgekomen. Nou, ik heb eigenlijk willen laten zien wat zwaartekracht allemaal doet hier op aarde, in het planeetstelsel, maar ook verder weg sterrenstelsels in het hele universum. En over hele bijzondere situaties zoals zwarte gaten heb ik wat dingen uitgelegd. En ook vanuit meer de theoretische kijk op wat zwaartekracht is. Ja, voor een algemeen publiek duidelijk maken wat zwaartekracht is. Zoiets. Hun ook verteld, van zwaartekracht dat merk je altijd in het dagelijks leven. Er zijn wel allerlei dingen waarbij je de rekening mee moet houden. Ik bedoel, als je gaat lopen, dansen, alles wat je doet. Maar juist in het universum doet het nog weer veel bijzondere dingen. Nou, het is prachtig dat NWO dit ondersteunt. En ik denk dat ze hiermee ook bijdragen aan het algemeen publiek, uitdragen van die wetenschap. Juist het verleggen van die grenzen van wat we weten. En de verwondering van dingen die in de natuur en andere delen van de wetenschap gebeuren. Omdat voor een algemeen publiek uit te leggen en mensen daarmee bij te betrekken. Ik denk dat we dat moeten doen als wetenschappers en NWO werkt daar heel goed aan mee, dat is mooi. Vaak met mijn promovendi en met mijn collega's en postdocs over allerlei dingen in de natuurkunde. En dan als we dan praten zijn, dan staan ze hier vaak voor de poort en dan wordt er over dingen gesproken en dan staan de vergelijkingen geschreven. En wat hier nu gebeurt is dat er hier echt 2 discussies door elkaar heen staan over 2 verschillende onderwerpen. En dan gaat men echt maar een klein plekje zoeken om een vergelijking op te schrijven, zoals hier, en dat wordt dan doorgerekend. Dus dit kan ik volgen. Maar hier gebeurt weer iets anders, in de zin dat hier staat weer een ander plaatje van een zwart gat bijvoorbeeld. We drinken eigenlijk vrij veel in termen ook van plaatjes. Het is niet zo dat we alles doen alleen in de vergelijkingen, maar we proberen ook dingen voor te stellen. Dus dan maken we een plaatje van, dit is hoe wij de ruimte-tijd zien. Dan hebben we een plaatje zoals dit, of je probeert met cirkeltjes of met dingen aan te geven van hier staat een voorwerp en dan probeer je dan voor te stellen hoe dat is. Dus krijt en bord is voor ons een heel belangrijk gereedschap om onze natuurkunde te doen.
Nou ja, ik denk in het dagelijks leven, in mijn werk, gewoon na over zwaartekracht. En er zijn heel veel dingen die we wel begrijpen over zwaartekracht, maar er zijn ook heel veel dingen niet, die we niet begrijpen. En dan kom je ook op het gebied van de voorwerpen die onze zwaartekracht bewegen. Dat zijn dingen als planetenstelsels, maar ook sterrenstelsels. En juist daar begrijpen we een aantal dingen niet goed. Als ik twee planeten heb, of de zon en een planeet, dan neem je aan dat er eigenlijk zwaartekracht ontstaat zonder dat er enige... iets tussen zit. Er zit gewoon een lege ruimte tussen. Dus eigenlijk best wel wonderlijk dat zwaartekracht een kracht is die twee voorwerpen elkaar laat aantrekken zonder dat ze met elkaar in verbinding staan. Maar je moet inderdaad gaan nadenken over wat er eigenlijk tussen die twee voorwerpen gebeurt en dan blijkt het toch dat er in die ruimte allerlei informatie aanwezig is die beïnvloed wordt als je die twee voorwerpen bijvoorbeeld iets dichter bij elkaar brengt. Ja, dit is toch wel iets heel moois. De Spinoza-premie die ik heb ontvangen een jaar geleden. En dat is door NWO gegeven. En dat is toch een erkenning, maar ook voor mij echt een steun en stimulans om mijn onderzoek te doen. Het geeft mij allerlei mogelijkheden, ook allerlei vrijheden om dingen hoe te besteden, maar ook wat meer tijd. Ik kan wat makkelijker reizen. Want het is toch een flinke bedrag waarmee je promovendi kan aanstellen, postdocs en ook je onderzoek kan uitdragen. Want ik vind het ook belangrijk om dat naar middelbare scholieren bijvoorbeeld te doen. Want je wilt toch graag dat er ook weer nieuwe natuurkundestudenten komen die ook dit interessant vinden en die dan vervolgens de volgende stappen weer gaan maken. Dus ik wil dat echt goed gebruiken voor het onderzoek, maar ook voor het uitdragen van wat ik aan het doen ben. Het is een erkenning voor wat je gedaan hebt, maar ook natuurlijk een steun voor wat je daarna nog gaat doen. Wij zijn de naakte aap, ook zo van, ik hoef maar om me heen te kijken en ik zie ze lopen. Ik ben op zoek naar een Neandertaler, ken jij er een? Jij kent geen Neandertalers. Wat een mensen. Wij zijn mensen. Maar weten wij ook wie wij zijn? Weten wij ook wat de essentie is van ons als mens? Wat maakt ons mens? Festival bent en tegelijk ook nog iets kan leren. Ja. Stel voor mijn vrienden die staan ergens nu in een grolstand, maar ik vind dit leuker, dus ik ga hierheen. Het is een evolutiebioloog, dus ik denk dat hij het een en ander zegt waarom de evolutietheorie zo'n een van de meest bevestigde theorieën is. Is met Charles Darwin. Ja, ik denk dat hij wel langs komt. Ja. Wij zijn archeologen, dus wij zijn grote voorstander van evolutionaire biologie. Ik dacht dat je ging zeggen dat we ook saai zijn, maar natuurlijk zijn we niet saai. Ik ben evolutiebioloog. Dat betekent ik ben geïnteresseerd in hoe is het leven ontstaan? Wat zijn de relaties tussen alle levende organismen? Hoe kan er vanuit het ene soort een andere soort ontstaan? Hele belangrijke vragen voor de biologie. Hele DNA, van voor tot achter. Hoe ziet dat eruit? Hoe werken al die verschillende genen met elkaar samen? Welke invloed hebben ze op elkaar? Hoe kan dat
na een bevruchting de eicel in een bepaalde richting sturen? Hoe kan dat het functioneren van een compleet organisme reguleren? Het DNA is een heel lang kralensnoer van 4 verschillende elementen. A, T, G en C. We geven ze aan met letters. Adenine, thymine, guanine en cytosine. Dat zijn de chemische namen. Dus een moleculair bioloog die ziet gelijk linksboven staan A, T, G. En dan weet hij dat codeert voor een aminozuur wat heet methionine. Daarachter staat CCA. Dat codeert voor een aminozuur proline. Daarachter staat TCT. Dat codeert voor een aminozuur serine. Dus als je die letters van dat DNA afleest, dan krijg je eigenlijk tegelijkertijd een keten van aminozuren. Die vormen een eiwit. Een eiwit bepaalt het functioneren van de cel. Dat is wat de moleculair bioloog doet. Maar de evolutiebioloog die is vooral geïnteresseerd in deze sequentie, maar dan van niet alleen de mens, maar van een heleboel verschillende soorten. Hoe kan het dat alles wat wij doen als mens, dat hem dat zit in zo heel weinig van ons genoom? Als ik zeg 80% zijn wij een zoogdier, dan bedoel ik dus eigenlijk dat 80% van onze genen een equivalent heeft in het genoom van de muis. 74% van onze genen heeft een equivalent in een heel primitief wormpje. Wormpje kan geen raket naar de maan sturen, wij wel. En dat doen wij maar met een paar procent van ons genoom. Welke verandering in het genoom maken nu van een mens-aap een mens? Kunnen we dat verklaren? Dat heeft dan te maken met de activiteit van de genen meer dan met de structuur van de genen. Dus het mag wel zo zijn dat 80% van onze genen ook te vinden is in een muis. Maar dat wil niet zeggen dat diezelfde genen in die muis op dezelfde manier werken. Het wezen van de mens zou kunnen zijn zijn naaktheid. Maar nu, wat waren de gevolgen van die naaktheid? En dan komen we uiteindelijk op het antwoord wat ik hier jullie wil openbaren. En wat we daarvoor moeten doen is dat we even moeten kijken naar de mensachtige, de mens, die het meest verwant is aan onszelf, de Neandertaler. Neandertalers zijn de enige soort waarvoor wij DNA hebben kunnen analyseren. Je moet namelijk ontzettend uitkijken dat je niet het DNA-monster besmet met je eigen DNA. En dat is vooral heel erg omdat je eigen DNA sprekend lijkt op dat van de Neandertaler. Als twee soorten kunnen kruisen en vruchtbare nakomelingen geven, en die zijn er, ik zie ze hier allemaal zitten in de zaal, inclusief mijzelf, dan waren Neandertalers en mensen en Denisova-mensen niet verschillende soorten. Als ze biologisch kruisbaar zijn, moet het ook dezelfde soort geweest zijn. Wij zijn eigenlijk niet reproductief te isoleren van Neandertalers en Denisova-mensen. De echte uiteindelijke beeld wat zich dus oplevert is dat die studie van die genomen enorme hechte relatie tussen de mens en de rest van het leven illustreert. Wij zijn echt een soort van dier. Dank voor jullie aandacht. Schrikken dat je deels Neandertaler bent? Nee, dat is wel goed om te weten, denk ik. Nee, ik dacht eigenlijk dat ik gewoon ontstaan was en getoverd was en helemaal nieuw was. Maar ja, die hele evolutie zit er gewoon in me, blijkt. Ik word altijd verrast door dit soort dingen. Het was wel ontzettend leuk om te horen. 2 jaar geleden wisten we dat nog niet. En, je zit een beetje Neandertaler in ons. Volgens mij zelfs in ons immuunsysteem, dus mogen ze erg dankbaar zijn. We'll be right back.